Ik ben Bas Jonkman, ik ben hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. En mijn onderzoek richt zich op waterrampen, overstromingsrisico's en de maatregelen die we kunnen nemen om zulke soort rampen te voorkomen. Aan de TU Delft doen wij onderzoek naar waterrampen, dus de gevolgen van overstromingen en hevige regenval op de maatschappij, op de kritieke infrastructuur, maar ook op het gezondheidssysteem. En in ons onderzoek kijken we ook hoe we zulke soort rampen kunnen voorkomen en hoe we een veilige deltastad van de toekomst kunnen inrichten die bestand is tegen waterrampen, maar ook tegen virusuitbraken. In het Pandemics and Disaster Preparedness Center kunnen we eigenlijk kijken naar de techniek, de technische oplossingen, de medische impact, maar ook de sociaal-economische kant van rampen en pandemieën. En we werken op een paar onderwerpen al samen met de collega's uit Rotterdam. Zo doen collega's van ons onderzoek naar het tracken van COVID in rioolwater. Zijn ze betrokken bij de field labs en de risicomodellen die daar gebouwd worden. En doen ze ook onderzoek naar mobiliteit en het afstand houden bij allerlei events die nu georganiseerd worden. En in het PDPC willen we dus meer van die samenwerkingen gaan opzetten. Nou, we zijn nu in de proefpolder van de TU Delft, Floodproof Holland. Wat we hier zien is een groot bassin waarin een gebouw of een deel van een gebouw is neergezet om een test te doen. Hoe veilig is zo'n gebouw nou eigenlijk bij een overstroming? En dit onderzoek hebben we ook gedaan voor andere type infrastructuur, voor wegen, voor spoorlijnen. Omdat we zien dat bij overstromingen die vaak onbruikbaar worden en dat je daardoor ook niet kan evacueren. Wat we hier zien in de polder is een nieuw type slimme waterkering, een tijdelijke waterkering die opgezet kan worden bij kwetsbare locaties. Die wordt al in Nederland gebruikt, maar ook in het buitenland. Wat niet te zien is, maar wat we hier wel getest hebben, zijn de sensoren die we in dijken leggen om te kijken hoe veilig zijn ze, worden ze niet onstabiel. We hebben hier beproefd hoe je met satellieten de veiligheid en de beweging van dijken kan meten. En dat zijn dingen die we in onze delta en ook internationaal steeds meer gaan toepassen. En we kunnen hier ook proeven doen met waterkwaliteit, lang stilstaand water. En wat dat betekent voor muggen, virusuitbraken en zulke soort zaken. Met klimaatverandering nemen niet alleen de risico's van waterrampen toe, maar neemt ook de kansen op virusuitbraken toe. Doordat het opwarmt en doordat we op heel veel plekken water in en om de stad hebben, kunnen al die waterpartijen ook een bron vormen voor virusuitbraken. Naar zulke soort onderwerpen moeten we samen met onderzoekers van Rotterdam, Erasmus MC en de Erasmus Universiteit en de TU Delft onderzoek gaan doen om samen eigenlijk niet alleen nu een veilige stad te kunnen inrichten, maar juist ook de veilige deltastad van de toekomst die goed bestand is tegen rampen en toekomstige gezondheidsrisico's.